Welkom bij de tweede editie van het Food Magazine Ede. In Ede werken we samen op het gebied van voedsel, food. Maar dat samen is heel erg belangrijk. Het is niet iemand die in zijn eentje zit te bedenken, maar het zijn kennisinstellingen die doen. Het is onderwijs die bezig is met voedsel. Bedrijven, boeren, instellingen, organisaties, verzorgingstehuizen, het ziekenhuis. Elkaar versterken, elkaar inspireren is heel belangrijk. En zo komen we ook verder. De foodfloor, waar bedrijven en instellingen elkaar pitchen en helpen om vooruit te komen. Eetbaar Ede, welke projecten kun je doen in de gemeente Ede? Maar ook het World Food Center. Niet alleen de gemeente Ede zit aan tafel, de provincie zit aan tafel, bedrijven zitten aan tafel, investeerders, om een World Food Center in Ede te vestigen. Ik zie onszelf als een team. Ik heb op voetbal gezeten en ik was middenvelder en ik rende me rot om de spitsen te bedienen. Maar laten we elkaar ook zo helpen, elkaar bedienen om het beste uit het team te halen. Food in de gemeente Ede. Veel leesplezier.